hengst die in alles zijn naam eer aan doet, is Imposantos. Een oogverblindend voorkomen, krachtige bewegingen en een palmares waar nu al imposante resultaten op prijken. Zo won hij 3 jaar op rij de hengstencompetitie. Hij werd er vorig jaar op het NK Dressuur tot KNS kampioen in de klasse ZZ Zwaar uitgeroepen. En hij was eerder al winnaar van de Pavo Cup in 2018 en 2019. Het lichte toerdebuut van deze machtige hengst en zijn vaste ruiter Bart Vezen staat voor deze zomer gepland. Ook in de fokkerij laat Imposantos van zich horen. Nadat zijn dochter Imagination op een Oldenburger veiling bijna de 140.000 euro aantikte. Zijn navok valt op door een aansprekende voorhand met een goed gevormde lange hals. En toont in beweging goede souplesse met ruim voldoende balans. Op Imposantos lijkt geen maat te staan. En het is aan de fokkers om deze kans voor open doel te verzilveren. Ik heb hem gekocht als veulen in Borculo op de veulenveiling. En toen hebben we een opvok gedaan en van daaruit is hij naar de keuringen gegaan. Daar stuurden ze hem de tweede bezichtiging weg, maar ik had iets met dat paard. Ik denk het komt goed. We hebben hem bij Bart Vezen neergezet en Bart heeft hem verder helemaal opgeleid. En, ik kom niet iedere week bij Bart, maar de momenten dat ik daar ben, dan is er weer wat waarin hij progressie gemaakt heeft. En dat was, ja, echt, dat is zo bijzonder. Ik kan er zo van genieten. Imposantos heeft natuurlijk bijna tot nu toe een carrière achter de rug waarin hij alles gewonnen heeft wat hij gereden heeft. Eigenlijk is dat ook de reden dat ik zo gek met hem ben en dat we hem iedere keer is er wel vraag naar om hem te kunnen verkopen. Maar als je dan de successen van hem meemaakt, is dat zo leuk van dichtbij. En ja, het is gewoon mijn lieveling en het is mijn uitlaatklep. Ik bedoel, buiten de successen, genieten van je eigen paard is natuurlijk geweldig. We zijn met Imposantos naar München gegaan. We hebben daar wat opnames gemaakt en vanaf dat moment is er een samenwerking met Koet Wettelkamp in München ontstaan. En ja, Thomas en ik hebben wekelijks contact, gewoon op een hele leuke basis. Geweldig. Ik hoor ook heel veel signalen vanuit Duitsland dat ze hem graag willen hebben. Dus wat dat betreft, ik denk dat Stal Brinkman het nog druk gaat krijgen. Imposantos, een hele grote royale hengst, wat hij ook zeker doorgeeft aan zijn nakomelingen. Wat erg opvalt aan zijn kinderen is dat het veulens zijn met veel maat, veel lengte, veel beweging en vooral veel schoudervrijheid. Imposantos is een grote royale hengst. Heb je een wat bloedmerrie die wat meer maat kan gebruiken, wat meer lengte, is Imposantos zeker heel interessant.